21 man op de helft van de FC. Van der Struik. Aarzelt geen moment om die bal nog maar een keer voor te geven. En Pat moet nu in actie komen om te voorkomen dat Groningen op achterstand komt. Zie je de eerste de beste tegenstander van FC Groningen. En die gaat een prachtige treffer opleveren van Antonia. Hij is terug en hoe? Sherry, de buitenspelval keurig omzeild. Antonia met veel beheersing en gevoel stift hij de bal langs Lamproen. Een plaatje. Dibbling. Sherry is de man van de ideeën, de man van de creativiteit. Sharon Sherry. En 1-2'tje, daar gaat hij. Sherry in de verre hoeken staat 0-2. Het is de tweede keer dat FC Groningen goed combineren tot de helft van de tegenpartij komt. Prachtige combinatie. En alsof het geen moeite kost, trapt Sherry die bal in de verre hoek. Lamproen. En nu blijkt het alsof Bob Gien verkeerd zit. Dus het is voor het eerst echt gevaarlijk voor het doel van FC Groningen. Maar redt Pat en dat doet hij uitstekend. De eerste kans voor Willem II. Van der Struik. Dijks. Wisseltje bij Bottegien. Maar ook deze kans, in dit geval van Messaoud, is niet besteed aan de thuisploeg. Bottegien beklaagt zich. Vindt dat hij een vrije trap zou moeten hebben. Maar ondertussen laat Willem II zijn tweede mogelijkheid van de eerste helft hier onbenut. Buitens. Deze is van behoorlijke kwaliteit, maar nog steeds is de lengte van Groningen doorslaggevend. En Pat, terwijl er inmiddels twee op de grond liggen, de koppen tegen elkaar. En bezorgde spelers die vragen om snelle medische verzorging. Nog maar eens kijken wat daar nou precies gebeurt. Peters is daar weer bij betrokken. Volgende hoekschop, want die hadden we nog te goed. Voor het eerst blijft die bal liggen, wordt die bal ingeschoten uit de draai door Dijks. Staat Lindhout er perfect voor en beoordeelt hij deze situatie in ieder geval niet als opzettelijk hens. Willem II zal moeten gaan wisselen. Het is niet verantwoord om Peters te laten doorspelen. Tegenstoot Groningen, Antonia. Netjes opzij gelegd, daar is 0-3 en die zat er eigenlijk ook al aan te komen. Als je kijkt hoe deze wedstrijd tot nu toe verloopt. En de drie gevaarlijkste van Groningen hebben inmiddels alle drie een goal achter hun naam staan. Voorrust Antonia en Sherry en nu De Leeuw. Andrade. Weer de kans om te schieten en dan zit er altijd wel weer een B tussen. Komt er misschien nog een herkansing? Die komt er en dan zit die bal er uiteindelijk in. Het heeft even geduurd. Het is Messaoud die de goal voor zijn rekening neemt. Het is, laten we zeggen, de beloning voor 66 minuten lang met je hele elftal je uiterste best doen. Maar hier aan de andere kant is het weer alarmfase 1 met de aanwezigheid van Antonia. Breed leggen, wie loopt hem erin? In eerste instantie niemand, maar omdat die ballen bij Sherry te bezorgen is ook niet hoogverstandig. Antonia, weer laag. Nu dan, oh, wat een mogelijkheid. Bakuna. Braver. Bal valt ertussen, Pluim. Ja. Dat scheelt weinig. Liefdenbelt. Hier komt 1-4 aan van de Velde. Hij kan de hoek uitkiezen. Ja hoor. Nee. Oh. Oh, oh, oh. Van der Velde. Hoe krijg je hem naast? Goeie trap. Uitstand. Pat. En met z'n tweeën worden ze geconfronteerd met nog maar één verdediger. Sherry. Als hij haast maakt, als hij snelheid maakt, kan het ook nog 1-4 worden. Sherry doet het zelf. Hij doet het zelf. Het is de beslissing. Sherry, ondanks de snel terugkomende Dijks, houdt de rust om die bal zo neer te leggen voor zijn linker.
dat hij hem keurig kan afronden. En hij zorgt voor een riante 1-4 bij Willem II tegen FC Groningen.